Dag dames en heren, we hebben tijdelijk met een dipje te maken in de temperatuur. Vandaag was een frisse dag met maxima tussen de 10 en 13 graden. En ook de nachten verlopen een stuk kouder, met lokaal zelfs kans op wat vorst. Maar er is warmere lucht onderweg. Dit soort thermometers gaan we vanaf donderdag zien. Dit soort waardes. Temperatuur rond 20 graden op veel plaatsen. En dat gebeurt eigenlijk pas voor het eerst dit jaar. Nou, dat heeft alles te maken met een vlak lage drukgebied. Dat ligt zo'n beetje ten westen van ons. Een hoge drukgebied verplaatst zich langzaam naar het oosten. En daartussenin komt een zuid- tot zuidoostelijke stroming te staan die steeds warmere lucht aanvoert. Daar gaat ook al wat bewolking mee gepaard. We zien hier een band met bewolking passeren donderdagochtend. Dat is een warmtefront en daarachter krijgen we dan te maken met die warmere lucht uit Frankrijk. Die lucht is overigens ook wel licht onstabiel en dat betekent dat er af en toe wel een regen- of onweersbui kan vallen. Nou, vanavond en vannacht is dat zeker niet het geval. We zitten nog in de relatief koude lucht en dat betekent dat we een frisse nacht tegemoet gaan. In het binnenland kan het afkoelen tot rond het vriespunt. En op beschutte plaatsen zou het vlak aan de grond zelfs licht kunnen gaan vriezen. Nou, daarbij zijn er brede opklaringen en vlak aan de grond kunnen er een paar mistbanken ontstaan. Morgen wordt vervolgens een hele aardige dag. Na een koude start loopt de temperatuur snel op naar zo'n 12 of 13 graden in het noorden van het land, tot plaatselijk 17 in het zuiden en zuidoosten. Daarbij zijn er flinke perioden met zon. In de loop van de dag ontstaan er ook wat stapelwolken, maar het lijkt overal droog te blijven. De wind komt uit het oosten tot noordoosten en is meestal matig rond kracht 3. Kijken we dan naar donderdag, dan zien we dat die temperatuur snel verder omhoog gaat. In de ochtend passeert dat warmtefront dus onze omgeving, dan is er tamelijk veel bewolking. Maar later op de dag breekt de zon steeds vaker door en gaat de temperatuur stijgen naar 15 tot 18 graden in het noorden, een graad of 20 in het midden van het land en 22, misschien zelfs wel lokaal 23 of 24 graden in de zuidelijke provincies. Er staat maar weinig wind uit het oosten, later wat meer uit de zuidoostelijke richting. En later op de avond zou langs de zuidgrens, met name in Zeeland, misschien een enkele regen- of onweersbui kunnen voorkomen. Nou, de dagen daarna neemt overal de buienkans toe. In het binnenland soms ook met onweer. Maar er zijn ook zonnige momenten en tijdens die momenten loopt de temperatuur dagelijks op naar zo'n 18 tot 20 graden. In het zuiden soms zelfs iets hoger dan dat. Aangenaam weer dus op komst, we moeten nog even door die koude dip heen. Ik wens u een mooie dag.